Paulus zegt, God heeft mij geroepen om hetgeen wat daar gebeurd is, 2000 jaar geleden, dat heb God in mijn hart gelegd. Ook in mijn hart. En wat is dat dan? Een woord der verzoening. De boodschap van Gods belofte, wat God 2000 jaar geleden gedaan heeft, dat moeten jullie allemaal horen. Nee, niet voor je buurman en niet voor je buurvrouw, maar voor u en voor mij. U moet horen dat God verzoend is. En daarom ben ik vanmorgen hier naartoe gekomen. En draag ik deze boodschap als een brandend vuur in mijn hart om. Want heel veel mensen zitten ergens op te wachten. Zitten te wachten op een wonder. En ik geloof ook in wonderen. Net zoals u erin gelooft. Maar u zit ergens op te wachten. Waarop eigenlijk? U verstaat verstandelijk niet wat er gebeurd is. U hebt u altijd uzelf buitengesloten. U hebt altijd gezegd, dat is niet voor mij. Dat is voor de uitverkoren. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Zo heeft de Heilige Geest het opgeschreven, niet ik. Dan zou je eraan kunnen twijfelen. Maar God zelf heeft het opgeschreven dat hij de wereld met zichzelf verzoenende was.